Met al jouw ervaring, wat fascineert jou nou het meeste rond die NAVO? Nou, dat is een goeie. Ik denk de aanpassing van wat tegenwoordig heet het narratief. Want de NAVO is alleen maar opgericht, hè, daarom heet het ook zo, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het ging om de verdediging van Canada, de Verenigde Staten en eigenlijk West-Europa. Daar kwam het op neer. Dat zijn de landen die rondom, ja, rondom de Atlantische Oceaan liggen. In de loop van de jaren is die uitbreiding gekomen. Zullen we ongetwijfeld nog wel even over praten. En hebben ze het hele Warschau-pact erbij genomen. Hun oorspronkelijke raison d'être, mm-hmm, was om een muur op te werpen tegen de mogelijke Sovjet-dreiging. Niks anders. Ik was in Afghanistan en daar zat een enorme NAVO-delegatie die daar meedeed aan soldaten. En de vraag is, ja, wat deden die daar eigenlijk? Het klinkt heel gek. Ja, maar vanuit het gebied wat je noemt buiten het NAVO-gebied. Ja. Zoals, veel mensen weten dat niet, maar bijvoorbeeld Hawaii valt ook buiten het NAVO-gebied. En de Antillen vallen bijvoorbeeld ook buiten het NAVO-gebied. Dus als er een aanval komt op Curaçao, kan Nederland niet artikel 5 van het NAVO-handvest inroepen. Dus het is behoorlijk nauw gedefinieerd. En de vraag, dus het narratief is, de NAVO past zich een beetje aan de politieke omstandigheden. En we praten nu over de ernstigste crisis. Het kan ook zijn dat we nooit echt een hele grote crisis hebben gehad. Dit is, mm-hmm, misschien wel de eerste. Gisteren hoorde ik Jaap de Hoop Scheffer bij jou terecht wijzen op de raketcrisis. In 1962 was dat, geloof ik. Toen met Cuba, het conflict tussen Cuba en Amerika, met John F. Kennedy, die riep, als jullie die dingen niet weghalen, dan komt er nu een oorlog. En uiteindelijk is Khrushchev toen door de knieën gegaan. Dus die heeft zich inderdaad laten intimideren. En gelukkig maar. En er zijn nog wel een paar momentjes geweest. Maar eigenlijk is de opzet van de NAVO is een defensief gezelschap. En het past zijn verhaal voortdurend aan. Ja, fascineert jou dus eigenlijk. Ja, dat fascineert me enorm. Ja, en dat is ook machtspolitiek? Dat het zich aanpast aan de omstandigheden? Ja, het is ook, kun je het noemen. Je kunt het opportunisme noemen. Mm-hmm. Maar je kunt het ook gewoon verstandig politiek redeneren noemen. Of strategisch denken. Klopt allemaal. Ja. Ja. Goed. Een simpel voorbeeld. Als je in een Oost-Europees land, dat is heel blij dat het de bescherming heeft van die hele grote NAVO voor het geval er vanuit Rusland iets komt. Ja. Dus dat is puur strategisch denken of opportunistisch denken. Het is maar hoe je het noemt. Ja, maar wel goed dat je even ook die kader schept hoe het ooit begonnen is. En als we dus even helemaal teruggaan naar het eerste begin, hè, want 75 jaar na de oprichting spreken we. Wat speelde daar toen allemaal? Was er veel weerstand om het op te zetten? Kan je daar iets over uitweiden? Jawel, dus er speelde natuurlijk de opkomende Koude Oorlog. En dat was eigenlijk al in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk. En je hebt toen een aantal gebeurtenissen gehad die in eerste plaats, misschien is dat een mooi moment om te beginnen, 1946, die beroemde toespraak van Winston Churchill, waarin hij het begrip ijzeren gordijn lanceerde. Dat had hij bedacht. Ja. En dat is misschien wel een van de meest duidelijke beschrijvingen van een strategisch probleem dat we ooit hebben gehad. Je wist in één keer waar het over ging. En vooral toen daarna de muur kwam, toen kreeg je vlak daarop een staatsgreep in Tsjechoslowakije. En daar namen de communisten die namen daar de regering over. En die sloot zich onmiddellijk aan bij de Sovjet-Unie, politiek. Toen heeft later in 1948 tot in 1949 hebben de Sovjets alle toegangswegen tot Berlijn geblokkeerd. En toen kreeg je, en dat heeft heel lang geduurd, bijna een jaar, een luchtbrug. Dus de Amerikanen riepen, nee hoor, en de Britten ook, nee hoor, dat is van ons, West-Berlijn is van ons. En als jullie het blokkeren, dan vliegen wij gewoon alles in wat je maar kan verzinnen. En dat hebben ze gedaan. Dus dat was ook een heel belangrijk punt. Toen kreeg je vlak daarna, de president was toen Truman, kreeg je de Truman-doctrine. En die luidde eigenlijk heel simpel, elk land, bijvoorbeeld in Europa, dat bedreigd wordt door de Sovjet-Unie, komen wij te hulp. Zo simpel was het. En dat is eigenlijk het basisbeginsel geworden van
de NAVO, toen die eenmaal in 1949 werd opgericht. Ja, prachtig om ook weer even te horen dat Churchill daar dus ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Zoals hij dat bij heel veel zaken natuurlijk heeft gedaan. Als we de kern willen begrijpen van de NAVO, dan moeten we natuurlijk ook naar het artikel 5. Je benoemde het al even, dat hij dus niet voor iedereen opgaat. Hij is wel een keer aangeroepen. Eén keer. Ja. Eén keer, dat was na 9-11. En daar is een misverstand over dat je vaak hoort. Omdat je hoort dan vaak, toen heeft Amerika artikel 5 ingeroepen. Maar dat is niet waar. De NAVO is bijeengekomen en heeft zelf als een soort van geste artikel 5 ingeroepen. Maar dat heeft Bush, wat die toen president was, dus niet omgevraagd. Terwijl iedereen daar dus naar refereert. Ja, iedereen zegt altijd Amerika. Maar goed, maakt niet uit. Ja. Historisch is van belang dat de eerste en hopelijk de enige keer is geweest waarop artikel 5 is ingeroepen. Een aanval op één is een aanval op alle. Ja. 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 Over die Amerikanen gesproken, daar gaan we straks meer de diepte op in. Die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Maar in de kern moeten we ook snappen dat we een politieke baas hebben, de SG. Maar dat uiteindelijk het command in handen is van de Amerikanen. Ja. En daar hoor je in het algemeen niet zo heel veel over. Nee. En dat is ook logisch, want de NAVO is niet in oorlog met wie dan ook. En we hebben allerlei spannende momenten en we hebben de kwestie Oekraïne en noem het allemaal maar op. Maar gelukkig is de NAVO niet in oorlog. Dus het militaire gedeelte zwijgt. En laat terecht, zoals het hoort, ook in de democratische opvatting, het bestuur en de besluitvorming over aan de politieke kant. Zo gebeurt het bij ons ook. Ja. Onze krijgsmacht heeft generaals en we hebben een commandant de strijdkrachten, ga zo maar door. Maar het is de minister van Defensie, gecontroleerd door de Tweede Kamer, die uiteindelijk de beslissing neemt. En zo hoort het. Ja. En zo werkt het bij de NAVO eigenlijk ook. Maar stel, artikel 5 moet een keer aangesproken worden. Ja, maar dat gebeurt dan in het politieke gremium. Hè? Dus ja. Dat is dan de secretaris-generaal met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Die roepen het dan in. En dan komt het militaire gedeelte gaat aan de slag om het uit te voeren. En dat zijn altijd de Amerikanen? En dat zijn altijd de Amerikanen, althans het bevel. Ik bedoel, alle, we zitten met 32 landen in dat bondgenootschap. Maar dat gaat uit van de Amerikanen. Dat is overigens nooit vastgelegd. Het is een gewoonte om het zo te doen. Okay. Om dat zo te verdelen. Okay. Maar het moet niet. Het kan ook anders. Het zou ook anders kunnen.